Houtner. Ze heeft veel moeten prijsgeven op de evenwichtsbalk. Is daardoor natuurlijk ook gezakt in het klassement. Ze stond hoog. Kan ze nu nog iets terugdoen? Terugkrabbelen omhoog in het klassement. Een 16-jarige turnster uit Halle. Oeh, dat was heel diep geland. Wel bijna met het zitvlak op de vloer. Het vloeroppervlak is 144 m², 12 bij 12 meter dus. Ja, dit is een leuke combinatie, alleen die laatste salto kwam er niet zo goed uit. De DDR heeft een rijke traditie bij het vrouwenturnen. Meerdere wereldkampioenen voortgebracht, vooral aan het toestel Brug. Maar met, vooral met ingang van Stuttgart. Oei, hier is helemaal uit balans. Maar met ingang van de PK in Stuttgart vorig jaar is het toch wat, gaat het toch wat minder met de DDR-turnsters. En al die veranderingen in dat land die zullen natuurlijk ook niet positief werken op het handhaven van het niveau. Het gaat ook allemaal in de kopjes van deze turnsters om. Een explosief